Hoi iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Laila, mocht je me nog niet kennen. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe video, namelijk mijn winterkledingshoplog. En dit houdt eigenlijk in dat ik gewoon mijn kleding laat zien die ik afgelopen maanden gekocht heb. De tijd van de verkoudheid, de warme chocomel en het bevriezen komt er weer aan. De winter, en daar heb je natuurlijk winterkleding voor nodig. Dit jaar had ik vooral echt truien nodig, want daar was ik vorig jaar allemaal uitgegroeid. Dus ik ga beginnen met mijn truien. Als allereerst had ik al een trui gekocht, maar die heb ik een keer in een andere video laten zien. Dus dan vind ik het onnodig om die nog een keer te laten zien, want ja, dat is gewoon stom. De eerste trui die ik gekocht heb is deze trui. Het is eigenlijk gewoon een doodnormale trui. Hij is donkergroen en hij heeft hier zo'n kraagje. Vind ik wel lekker warm voor in de winter als het koud is op de fiets. Deze trui heb ik gekocht bij Lagarde en ik heb daar nog een trui gekocht. Ik heb daar deze trui gekocht en dit is echt een super fijne trui. Deze is ook donkergroen met een beetje beige wit. En het leuke aan deze trui vind ik dat deze een beetje van die pofmouwtjes heeft. En ja, dat vind ik wel mooi aan de trui. En voor de mensen die nu denken, huh, Laila, je bent echt een rijke tata. Ik krijg gewoon kleedgeld en het budget buiten mijn kleedgeld moet ik gewoon zelf betalen, waar ik gewoon zelf voor werk. Ik werk gewoon voor mijn kleding. Dan heb ik een trui en ik vind hem zo vet. Ik zag hem in een ASOS shoplog van Marije Zuurveld. En toen dacht ik echt van, hoor dan, deze trui moet ik echt hebben. Maar hij was op dat moment echt mega duur. Dus ik heb gewacht tot hij in de uitverkoop kwam. En toen was hij nog steeds duur, niet daarvan. Maar en dat is deze trui. Het is een gele Tommy trui en ik vind hem zo vet. Ik heb deze gekocht op ASOS. Ik zag deze bij Marije en ik dacht, ik moet deze hebben. Dus ik heb ervoor gespaard en ik heb hem gekocht in de zomervakantie. Deze gele Tommy trui en deze dingen reflecteren, dus dat is echt heel vet. Zitten nu alleen van die gele dingetjes op, omdat die in de was is geweest. Maar dan moet ik even met zo'n kattenonthaarder overheen. Ik weet niet hoe het heet. Aan de zijkant zitten dus ook de logo's. En dit reflecteert ook, dus het ziet er echt fucking vet uit. Oh ja, en ik hoor jullie al denken, Laila, wat heb je hiervoor betaald? Ik heb hier €90 voor betaald en hij kostte eerst 140, dus hey, heb ik toch eens mooi €50 vanaf gekregen. Dan is hij nog steeds rete duur, niet daarvan, maar hey. Ik wilde echt al super lange zwarte mom jeans en toen was ik in de stad en toen zag ik er eindelijk een en ik dacht, deze moet ik hebben. En dat is deze mom jeans. Deze mom jeans is van de Sting van Anti Blue. En hij zit super lekker. Super mooi model. Er zijn alleen een paar witte strepen ingekomen in de was. Maar volgens mij ga ik dat proberen eruit te halen met een of andere zwarte jeansverf. Soms loop ik in de stad en dan zie ik het t-shirt hangen wanneer het winter is. En dan denk ik, nou, ik ga het risico niet lopen dat ik nog een half jaar moet wachten tot ik deze ga kopen. En dat hij er dan niet meer is. Dus ik heb ook twee t-shirts gekocht. En t-shirts zijn goedkoper, tenminste merk t-shirts. Ze zijn in de winter meestal afgeprijsd, dus als je nou echt op zoek bent naar een merk t-shirt, ik probeer altijd, als ik een merk t-shirt koop, altijd te zoeken op afgeprijsde dingen, zodat het goedkoper is. Niet per se dat het dan goedkoop is, maar ja, het is wel een goede koop voor dat merk. Ik heb nog twee t-shirts gekocht. De eerste is niet echt van een merk, hij is van de Costes, maar ik vond hem zo onwijs leuk. Het is dit shirt en dit shirt is van de Costes. Ik vond de kleuren er zo mooi op dat ik hem gewoon niet kon laten liggen. En ik vond de kleuren heel mooi, want hier heb je zo'n knalblauw en heb je hier van die beige bruine tinten en die panter. Ik vond het gewoon echt een super lijp shirt. Dus ik heb hem gekocht. Hij was volgens mij €25 of €20. Ik weet het niet meer precies. Maar ja, ik kon deze echt niet laten liggen. Dus ja, ik heb een t-shirt gekocht in de winter. Terwijl niemand in de winter een t-shirt aan doet. Maar ik doe hem lekker aan de zomer aan. Yeah. Dan heb ik nog een shirtje gekocht. En dit had ik ergens gevonden in een Duitse winkel. Waar allemaal merkkleding in de korting is. En volgens mij zit die winkel ook in Eindhoven. Ik zal die winkel even opzoeken. Dan zal ik het hier neerzetten. Want die winkel zit volgens mij ook ergens in Nederland. In ieder geval, ik heb een shirt van Marco Polo gekocht. En dat is dit shirt. En het is een keer een andere kleur. Want ja, deze kleur zie je niet heel vaak. Maar ik vond eigenlijk toch wel iets hebben. Dit shirt was maar €25. Terwijl dit shirt normaal in de winkel €60 is. Dus dat was nog eens een pittig mooi koopje. In diezelfde winkel waar al die merkjes in de uitverkoop waren, had ik ook een jasje gevonden. En dat is dit jasje. Deze heb ik
aangehad in mijn vorige video. Ja, dit is een jasje dat ik in mijn vorige video aan heb gehad. Het jasje is van de Bershka, maar ik heb het dus in die winkel gekocht waar dat net hier zo stond. Het is een oversized jasje, maar ik vind hem eigenlijk echt heel leuk. Hij was letterlijk maar 10 euro, dus echt... echt een koopje. Goed gedaan, Laila. Dit is het jasje. Ik ben er super blij mee. Hij zit lekker. Het is super mooi op een zwarte broek met een wit shirtje of zo. Dan heb ik een laatste item en dat is natuurlijk een winterjas. Je kunt namelijk de winter niet overleven zonder winterjas. En vooral niet in Nederland, want het wordt weer koud. En dat is deze winterjas. Het is een donkergroene winterjas en het is een keer een ander model als normaal. Tenminste, wat netter dan normaal, want meestal heb ik niet zo nette kleding. Maar ik vond deze jas zo leuk en ik denk, ik ga een keer iets anders doen dan normaal. En hij is zo lekker warm en met de sjaal erbij, het is helemaal top. Dit was de video alweer. Ik wil jullie natuurlijk bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En deze video te delen met je vrienden of vriendinnen. Zou ik ook leuk vinden. Laat hier beneden achter wat jij het leukste kledingsitem vond. En wie weet zie ik je de volgende video weer. Doei doei! Doei 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 doei.